Oké, in deze clip, deze video, bekijken we de stationaire punten van een functie van twee variabelen. Nou, wat zijn die stationaire punten? Dat zijn de punten waar de afgeleide naar x en de afgeleide naar y allebei 0 zijn. En het raakvlak horizontaal loopt. En dat zijn kandidaat, maxima, minimaal, lokaal, maximaal, lokaal, minimum of zadelpunt. Maar die berekening van wat de stationaire punten zijn, kan soms nog best lastig uitpakken. De eerste stap is uiteraard dat we de afgeleide naar x en de afgeleide naar y berekenen. De afgeleide naar x hier, daarbij beschouwen we y als constante. Dus 3x² plus 6y². En die laatste term die valt helemaal weg. En dan, de voorlaatste term. De laatste term heb ik nog een 12 van. De afgeleide naar y, partiële afgeleide. Die term valt weg. Daar houden we een 12xy aan over. Hier hebben we een 6y². En die laatste term die valt weg. Oké, we gaan ze dus allebei gelijk aan 0 stellen. En dan krijg ik een stelsel vergelijkingen dat ik moet oplossen. Dus het probleem komt neer op 3x² plus 6y² is 12. Of n 12xy min 6y² is 0. We zoeken de x en de y waarvoor dit allebei tegelijkertijd waar is. En ja, het is een stelsel van vergelijkingen in twee variabelen. En het is niet eens een lineair stelsel. Het is kwadratisch in x en y. In het algemeen kan dat heel lastig worden om dat op te lossen. Maar op de toets en ook hier hebben we ervoor gezorgd dat het een stelsel is dat we nog wel kunnen oplossen. En je gebruikt een aantal technieken. Een van de belangrijkste is dat je dingen buiten haakjes kan halen. En in dit geval gaan we een y vrijmaken en dat substitueren weer in de bovenste vergelijking. Dus we gaan eigenlijk eerst verder met die onderste vergelijking. Dus laat ik ze even 1 en 2 noemen. En we gaan in eerste instantie verder met 2. En wat we daar gaan doen is een zo groot mogelijke term buiten haakjes halen. Dat is in dit geval 6y. 6y, dan hou ik van dit gedeelte nog 2x over. En van deze hou ik nog min y over. En dat geheel moet gelijk zijn aan 12. Niet aan 12. Het moet gelijk zijn aan 0. Want we werkten met die tweede. Die 12 die stond bij de eerste vergelijking. Oké, dus dit keer dat is 0. Dat betekent dat 6y 0 is. Of 2x min y is 0. Dus y is 0. Of y is 2x. Oké, we hebben twee gevallen die we nader gaan bekijken. Eerst maar het geval y is 0. En dat gaan we natuurlijk invullen in die eerste vergelijking zoals aangekondigd. Nou, als ik hier y is 0 invul, dan valt deze term helemaal weg. En hou ik dus over 3x² is 12. Nou, kan ik verder oplossen. X² is 4. En daarmee is x plus of min 2. De andere mogelijkheid is y is 2x. Dat kan ik ook hier invullen. Dan wordt het iets vervelender hoe het eruit ziet. 3x kwadraat plus 6 keer dit ding in het kwadraat. Y is 2x, dus 2x in het kwadraat. En dat is 12. Ja. Ik kan de haakjes uitwerken en de boel samen nemen. Dit is 4x² keer 6 is 24x² plus 3x² geeft me al met al 27x² is 12. Delen door 27 geeft x² is 12 27ste. Dat kunnen we vereenvoudigen door teller en noemer door 3 te delen. Dus dat geeft me 4 negende. En de wortel van 4 negende kunnen we toevallig uitrekenen. Dat is 2 derde. Maar het kan dus plus of min die 2 derde zijn. En al met al hebben we dus 4 mogelijke x-coördinaten. Dus 4 mogelijke stationaire punten. Nou, niet mogelijk. We hebben gewoon 4 stationaire punten. Eerst is die 2 van daar. Nou weten we gelukkig in dit geval dat
i 0 is, dus daar zijn we gauw mee klaar. En bij min 2 is hetzelfde, min 2,0. En voor die andere die hier stond, was i 2 keer zo groot als x. Dus dat levert de punten 2 derde, 4 derde en min 2 derde, min 4 derde. Nou, de vervolgstap die we in deze clip niet doen, is dat je voor die punten gaat kijken naar de tweede afgeleide en aan de hand daarvan de aard van het punt bepaalt. Van, is het een lokaal minimum, lokaal maximum of een zadelpunt? Maar wij stoppen nu hier.